Ik ben Joost de Boer. Ik ben tandarts en eigenaar van deze praktijk, Tandartspraktijk De Oldewold. In 2007 ben ik hier, nadat ik als waarnemer hier gewerkt heb, heb ik een tandartspraktijk overgenomen. Hier in de buurt, in Wolfga, van mijn vader. En die praktijk, patiënten heb ik ingebracht in deze praktijk. Afgelopen jaar hebben we dus de laatste twee behandelkamers hebben we opnieuw ingericht. We hebben de positie van de stoel veranderd. En er zijn planmeka-stoelen ingekomen, omdat de rest van de praktijk ook al planmeka-stoelen waren. En met name omdat we op meerdere behandelstoelen werken, assistenten werken op allerlei werk op meerdere behandelstoelen, is het vervelend om continu te switchen. Dus van de ene merkstoel naar de andere merkstoel. Dus vandaar hebben we besloten om toch nog extra twee planmeka's nieuw te plaatsen. En we hebben dus ook goed weer nagedacht over de indeling van de kamers. Hoe we het efficiënter in konden delen volgens de nieuwste richtlijnen. Ik ben Siska Venema en eigenaar samen met Joost de Boer van Tandartspraktijk Het Oldewold. Ik ben in 2002 met de praktijk verhuisd naar deze locatie, omdat op de oude locatie verdere uitbreiding niet meer mogelijk was. En we hebben eerst drie behandelkamers gebouwd en twee daarvan ingericht en was hier alleen als standaard. Het heeft misschien een paar patiënten gekost, de locatie buiten het dorp, omdat patiënten toch wat meer reisafstand hadden dan in het dorp. Maar het ligt 3,5 kilometer uit het centrum. Dus de verhuizing was niet zo heel erg groot en de meeste patiënten gingen mee. En het zorgt ook voor veel nieuwe aanwas, want het zit vlak naast de A32. Dus mensen van elders komen ook snel hier naartoe. Ja, we doen al jaren zaken met Dental Union. De praktijk is in eerste instantie ook helemaal ingericht door Dental Union met dus toen al die EDEC-stoelen, al 12 jaar geleden. En vooral omdat ze hier een vestiging hebben in Groningen, de korte lijnen, het belletje naar de afdeling Groningen, dat ze weten waar ze het over hebben, ze komen hier vaak. Dat is wel de reden om door te gaan met een korte lijn.